Goedenavond, ik ben met raadslid Reben Maref, Arnhems gemeenteraad. Ja, meneer Maref, vanavond behandeling van een onderdeel van DIFTAR, wat eigenlijk gaat over de minima die gecompenseerd gaan worden op de afvalstoffenheffing. Dat is nu natuurlijk ook al zo. Maar allereerst ik hoor u ook vanavond spreken over het beeld wat je in de straten ziet met alle zakken die toch naast containers geplaatst worden. Wat ziet u op dit moment gebeuren? Wat ik op dit moment zie gebeuren, en we krijgen berichten, we krijgen foto's van Arnhemmers waarbij de containers die op dit moment worden afgesloten. En wat je ziet is dat heel veel afvalzakken naast de containers wordt geplaatst. Mm-hmm. Dat is de realiteit. En wat we vandaag dan de wethouder horen zeggen is dat het eigenlijk een klein beginnersfout is, een opstartfout. En het wordt een beetje weggedrukt. En ik heb aangegeven, laten we alsjeblieft van de papieren plan van DIFTAR, dus het betaal op afvalzak, gewoon niet naïef zijn. Kijken naar de realiteit. Wat gebeurt er op dit moment? Mm-hmm. En daar heb ik dus een reactie op gegeven. Ja. Nu betalen we nu natuurlijk nog niet per afvalzak, maar je ziet wel dat probleem al. Vandaag lag het voorstel dat minima gecompenseerd gaan worden. Welke invloed gaat dat, denkt u, hebben op dat beeld wat u nu ziet? Ik schets de situatie zoals het nu is. De containers zijn gesloten. Heel veel afvalzakken naast de containers geplaatst. En we betalen op dit moment nog niet voor de afvalzakken. Dan gaan we dus straks betalen per afvalzak. Nou, u mag zelf invullen wat dat gaat doen met het aantal afvalzakken die naast de containers of ergens in het bos wordt gedumpt. Mm-hmm. Het voorstel zoals nu voor ligt voor minima, dat minima worden kwijtgescholden, dat gebeurt nu ook, dus dat is prima. Mm-hmm. Maar wat het voorstel nu aangeeft is, je krijgt tot €208 te goed. Gebruik je dat om afvalzakken weg te gooien? Prima. Maar je kunt, als je dan niet de afvalzakken weggooit, kun je dat geld ook gebruiken om bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan. En dat is letterlijk zoals het voorstel staat. Je kunt met korting naar Frans Bauer, je kan naar een concert gaan. Ja, en dan denk ik van, laten we dan niet naïef zijn. Kijken naar realiteit ook. Dit stimuleert mensen niet om afval te scheiden, maar om afval te dumpen. Mm-hmm. En wat ik daar dan erg aan vind, is dat de Arnhemmers die mij hebben gecontact, en al die Arnhemmers die het wel netjes in afvalzakken scheiden, mm-hmm. die krijgen die kosten voorgelegd. Mm-hmm. De kosten voor het opruimen van die afvalzakken. En natuurlijk ook de misgelopen inkomsten van het feit dat die mensen hun afvalzakken niet in een container hebben gegooid. Ik hoorde u de wethouder de vraag voorleggen van, denkt u dat het meer of minder bijplaatsing of dumpgedrag tot gevolg heeft? Wat was het antwoord daarop? Heel concrete vraag dus van, denkt u dat met het voorstel zoals het nu voor ligt, €208 te goed, stel dat de Arnhemmers dus ervoor kiezen om hun afval niet te dumpen of niet in containers te plaatsen, maar het geld gebruiken om een bioscoop of naar iets leuks te doen. Denkt u dat het voorstel zoals het nu voor ligt, denkt u dat het aantal dumpingen zal toenemen ten opzichte van nu of zal afnemen? Ja, en dat, dan krijg je eigenlijk, dat vind ik jammer, een naïef antwoord. En ik ga ook uit van het vertrouwen van de mensen, maar ik ga nog meer uit van het vertrouwen van de mensen die hun afvalzakken wil netjes in de container plaatsen. En ik wil dat zij niet de dupe worden van de mensen die dan afval gaan dumpen, want die betalen uiteindelijk niets. Dat is een feit. Ik hoorde u ook zeggen, we moeten handelen naar de realiteit en niet naar een zweefverhaal. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik hoorde een aantal partijen, waaronder GroenLinks, begon met een mooi betoog over het vertrouwen van de mensen. Dat alle mensen natuurlijk van nature goed zijn. En dat wil ik ook geloven en daar gaan we ook van uit. Maar de realiteit is ook, zoals we nu kijken, vandaag de dag, gisteren nog in de Gelderlander, een artikel over het aantal dumpingen. En we betalen op dit moment nog niets voor aantal zakken. Hmm. Dat gaat straks gebeuren. En wat je dan bij het voorstel zoals het nu voor ligt, ook nog ligt, is dat minima ook nog eens geld krijgen om nog leuke dingen mee te doen als ze het niet gebruiken voor afvalzakken. Ja, dat gaat gewoon fout en dat zien wij en dat geven we heel duidelijk aan. En ik denk dat het al taak is vanuit van ons als fractie, VVD-fractie, om voor die Arnhemmers die afgelopen maanden de moeite hebben genomen om een foto te sturen van, hey jongens, dit gaat fout, om even vandaag hier duidelijk te maken, dit moeten we niet doen. Hier moet je mee stoppen. Dank voor de reactie. Dankjewel. Nou, goedenavond, met wethouder Katelijne Bouwkamp, Arnhems gemeenteraad. Vanavond over de behandeling van een onderdeel van DIFTAR, waarbij u eigenlijk minima wil compenseren voor de afvalstoffenheffing. Kunt u al eerst even kort uitleggen hoe dat voorstel in elkaar zit? Ja, dat kan ik zeker doen. We hebben hier een afvalsysteem waarbij we mensen vragen om afvalheffingen te betalen. En dat doen we om zo de kosten die wij maken als gemeente om het afval op te halen, om dat daarvan te kunnen betalen, zodat ze dat allemaal doen. Maar er zijn natuurlijk ook Arnhemmers die weinig geld verdienen, weinig geld hebben. En daarvoor hebben we al heel lang een minima-regeling. En dat betekent dat zij worden kwijtgescholden voor het bedrag wat wij allemaal moeten betalen voor de afvalheffing. Dit voorstel is om te zorgen dat dat ook door kan gaan als wij DIFTAR invoeren. Omdat dat betekent dat we per zak ook gaan betalen. Je betaalt straks een vast deel en een variabel deel. En dat variabele deel is per zak. En de raad heeft de opdracht gegeven bij het
aannemen van het voorstel om DIF daarin te gaan voeren. Dat er dan wel een regeling moet komen waarbij de minima daarin nog steeds worden gecompenseerd. En dat betekent dat ze in ieder geval voor dat vaste deel worden gecompenseerd. Dus ze hoeven dan dat niet te betalen. Maar dan zouden ze anders wel, net als alle Arnhemmers, 80 cent per zak moeten gaan betalen. En dat moesten zij voorheen niet. Dus zij worden daarin dan benadeeld ten opzichte van de situatie waar ze zich daarvoor in bevonden. Vanaf een beetje was een beetje discussie van, zou dat niet ook meer in de hand gaan werken? Dat mensen op een andere manier hun afval kwijt willen raken, bijvoorbeeld door dumpingen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat kan. Dat geldt natuurlijk voor alle Arnhemmers in een DIFSTAR-systeem. Dat je ervoor kan kiezen om de afval, zou je nu ook kunnen doen. Maar die kans is natuurlijk wat groter als je voor je afvalzak moet betalen. Dan kan je ervoor kiezen om die naast de container te zetten of ergens anders achter te laten. Om dan niet te hoeven te betalen of daarmee die vergoeding te krijgen. Maar dat je dat ook heel simpelweg kan doen door gewoon je afval goed te scheiden en te zorgen dat je minder restafval hebt. Dus je kan ook door gewoon je te houden aan de regels zorgen dat je daar ook voor in aanmerking komt. U noemt het een stigma, maar zou u kunnen redeneren voor minima juist is die 80 cent wel relatief gewoon meer dan voor mensen die het breder hebben. Dus zou dat risico gewoon daarom niet iets groter zijn bij die groep? Het risico, maar je kan ook zeggen, de trigger om dus goed restafval, om dat te verminderen en goed te scheiden, die is daar dus ook groter geworden. En ik kijk het toch liever zo positief, dat we daarmee die prikkel ook echt daar liggen bij die groep die er ook heel veel aan hebben, om dus het restafval te verminderen, waardoor zij daar ook echt profijt van hebben. Misschien een klein beetje los van dit onderwerp, maar de afgelopen tijd zijn natuurlijk ook de afvalbakken dicht gegaan voor DIFSTAR. Waardoor we inderdaad wel de afgelopen week gezien hebben dat er op een aantal plekken toch meer zakken naast zijn komen te staan. Dat is ook niet direct gerelateerd aan dat onderwerp over de minima. Maar kunt u misschien daar toch ook iets over zeggen om de Arnhemsburger misschien wel gerust te stellen hoe u dat op gaat lossen? Zeker. Zien we ook wel echt wel grote verschillen per wijk. Er zijn ook een aantal wijken waar wij ook terug horen van het gaat hier eigenlijk heel soepel. Het gaat heel goed. We zijn goed voorgelicht. Wat wel zo is, is dat we natuurlijk ook gewoon dat helemaal nu over de stad aan het uitrollen zijn. En we natuurlijk ook daarin haast hebben. We moeten zorgen dat we klaar zijn voor DIFSTAR. Omdat de raad dat ook wil dat we dat door gaan voeren. En dat betekent wel dat we daarin ook heel secuur moeten kijken van gaat het dan niet te snel. En zorgen dat mensen wennen aan het systeem. Dat ze weten dat er weer pasjes zijn. Maar ik vind het ook heel terecht dat er in de raad werd gezegd, neem nu ook even de tijd om te accepteren dat mensen daaraan moeten wennen. Hoeveel tijd ik er voor nodig te hebben? Binnen welke termijn zegt van dan wil ik toch wel ook een schoon straatbeeld zien? Dat zou ik altijd willen. Ik vind het ook wel belangrijk om aan te geven dat ook de verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Dit is een systeem waardoor wij kunnen zorgen dat het afval wordt betaald door degene die het meest afval maken. En dit is niet een vrijbrief om nu het afval maar ergens neer te zetten. Die afvalcontainers die zijn overal geplaatst, zodat mensen daar hun afval kwijt kunnen. We hebben alle bewoners waarbij een wijk, als de container dicht gaat, krijgen ze ook allemaal informatie over dat die container dicht gaat. En dat doen we ook in fase. Wat is het risico eigenlijk van afvaldumping? Stel, ik word betrapt door een handhaver op het dumpen van mijn afvalzak. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is niet de bedoeling. Dus dan kan je een boete krijgen. Van? Dat durf ik zo niet te zeggen, maar een boete krijgen is nooit leuk.